Jullie zijn het typische Amstelveense band, maar hoe zijn jullie precies bij elkaar gekomen? Eigenlijk met een andere gitarist die niet in de band zit meer op dit moment, zijn we begonnen. Daar hebben een aantal mensen uit Amstelveen en omstreken hebben wij gezocht om mee te spelen. Er zijn een aantal veranderingen geweest, maar 98 is ongeveer de start, dus het startjaar dat we zijn begonnen. Tot nu toe hebben jullie vaak in voorprogramma's gespeeld, maar nu zijn jullie echt op de voorgrond. Hoe bevalt dat? Ja, nee, we doen wel eens meer eigen shows in het land. Cafés, festivals en ook hier in de buurt. Maar P60 is wel onze thuishond. We hebben hier ook onze cd gepresenteerd 2 jaar terug. En nu doen we weer een nieuwe presentatie. En dat doen we zelf in Mississippi Mud Pie 2.0. Waarin we wat meer eigen nummers weer presenteren. En Hugo, de nieuwe gitarist. U bent een nieuwe gitarist van deze band. Hoe bent u precies gekomen? Bij deze band bedoel je? Yes. Dat kwam omdat ik Jan-Willem al langer ken. We waren bij elkaar bekend op LinkedIn. Het is een soort website voor zakelijke contacten. En via een berichtje in LinkedIn vroeg Jan-Willem of ik een gitarist kende voor de band. Omdat de andere gitarist uitgestapt was. En ik kende Mississippi Mud Pie al wat langer. Want ik had het al gevolgd op internet. Filmpjes bekeken op YouTube. Vond het heel leuke muziek. En ik denk dat Jan-Willem eigenlijk wel wist dat ik wel zou happen op dat verzoek. Wat voor muziek maken jullie precies? Ja, we spelen blues, maar eigenlijk in de breedste zin van het woord. Dus we zoeken een beetje de verschillende uithoeken van de blues op. En een term die bij ons de laatste tijd vaak valt is Americana. Dat is eigenlijk meer verschillende traditionele Amerikaanse muziekstijlen waar we een beetje wat van meepakken. Maar blues blijft wel de basis. Vrijdag treden jullie hier op. Zijn er nog veel kaarten in de verkoop of niet? Nou, het loopt vrij goed, moet ik zeggen. Er zijn nog wel kaarten. We hebben ook een leuk voorprogramma. Dus ik zou zeggen, kom op de 9e vrijdag hier in P60. Gezellig wordt het, dat weten we zeker. En wij gaan ons best doen. Kunt u het voorprogramma al verklappen of niet? John Spijker.